Dag Hans, als we naar de toestand van de wereldeconomie kijken, dan blijven eigenlijk dezelfde factoren als de vorige maand de economie beïnvloeden. De oorlog in Oekraïne, anderzijds de hoge inflatie en de energiecrisis. Vandaag gaat heel veel aandacht naar de midterms, tussentijdse verkiezingen in Amerika. Die worden beschouwd een beetje als een evaluatie van het beleid van de president, van Joe Biden. Maar in de video van vandaag wou jij het echt hebben over China en het Chinese beleid. Hè? Waarom eigenlijk? Ja, we willen iets verder kijken dan de waan van de dag. Iedereen heeft het vandaag over de blabberde toestand van de Amerikaanse democratie. En dat klopt en er valt veel over te zeggen. Het is ook wel belangrijk wie de macht uiteindelijk zal grijpen in het huis, in de Senaat. En wat eventueel de economische gevolgen daarvan zullen zijn. Bijvoorbeeld het schuldenplafond. Maar we hebben er nu toch voor gekozen om nog even terug te blikken op wat er gebeurd is vorige maand in China, 20e Nationale Partijcongres, hè, in een land dat duidelijk niet aan het evolueren is richting democratie. En het lijkt ons toch belangrijk om daarbij stil te staan. Ja, dat partijcongres van vorige maand, dat is eigenlijk alles bepalend voor de politieke en economische strategie. President Xi Jinping heeft daar een nieuw mandaat gekregen. Wat zijn voor jou de krijtlijnen? Wat moeten we onthouden van dat congres? Ja, twee grote luiken, denk ik. Enerzijds een herziening van de partijgrondwet. En daarin wordt dan nogmaals het economisch beleid uitgestippeld. En dat economisch beleid gaat dan eigenlijk richting meer economische zelfvoorziening, richting meer economische onafhankelijkheid ook. Dus dat is één luik. En een tweede luik gaat eigenlijk over de nieuwe samenstelling van het Politbureau, het permanente comité van het Politbureau eigenlijk van de Chinese Communistische Partij. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste machtsorgaan. Dus als we die twee luiken samenvatten, dan gaat het eigenlijk over een sterkere machtsgreep van Xi Jinping over die Chinese Communistische Partij. Ik hoor jou praten over een vernieuwing in dat Chinese politieke apparaat, ook in het politieke beleid. Is dit dan een kantelpunt of toch eerder een verderzetting van het status quo? Ja, voor mij eerder het laatste. Hè. Dus het is meer een bevestiging van wat we eigenlijk al gezien hebben tijdens de twee vorige ambtstermijnen van Xi Jinping. Xi Jinping die aan de macht kwam in 2013. We hebben eigenlijk al heel veel gezien dat die politiek dissidente stemmen opzij zetten. Dat die ook stelselmatig meer controle, niet alleen op de partij, maar ook op de economie, trachten te verzilveren. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld vorig jaar eigenlijk. Hè. Dus meer regulering op de technologie sector, meer regulering ook op online en privé onderwijs. En meer regulering eigenlijk ook op de vastgoedsector. En wat dat betreft is wat we vorige maand hebben gezien eigenlijk een bestendiging van die politiek. Maar we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat alles zich ook afspeelt in een achtergrond, tegen de achtergrond van meer internationale spanningen, met name met de Verenigde Staten. En wat is dan de politieke strategie nu? Ja, het gaat dus verder weg van marktgerichte hervormingen, meer naar een centraal aangestuurde economie. Eigenlijk is het beleid nog altijd geënt op common prosperity, hè, dus gedeelde welvaart, gemeenschappelijke welvaart. Eigenlijk heeft hij al tussen 2010 en 2020 voor heel veel groei kunnen zorgen. Dat was een verdubbeling van de levensstandaard, gemeten in bbp per capita. En eigenlijk is nu de doelstelling om van China een socialistische, moderne economie te maken. Tegen 2035, maar dat veronderstelt nog altijd een groei van gemiddeld 4,5%. Ik denk dat eigenlijk zeer moeilijk zal te realiseren zijn. Tegen de achtergrond van een bevolking die krimpt, een beroepsactieve bevolking die krimpt. Maar ook de productiviteitsgroei, die hebben we het vorige decennium al heel duidelijk zien vertragen. En een derde component is dat ook de wereldeconomie nu meer gesloten wordt. En China heeft met name heel veel kunnen profiteren van de inclusie in de wereldhandelsorganisatie sinds het begin van het millennium. Dus eigenlijk zijn al die krachten zich nu tegen China aan het keren. En dat gaat het voor Xi Jinping denk ik heel moeilijk maken. Ja Hans, en daarbovenop komt dan nog eens het feit dat ze nog altijd worstelen met de COVID-pandemie, met een zero-COVID-beleid. En de naweer van een vastgoedcrisis, wat is dan het structurele groeiperspectief voor China? Ja, nog even terugkomen op COVID, want dat is toch belangrijk. Conjunctureel, dat is voornamelijk een conjunctureel probleem. En we hebben nog niet onmiddellijk een officieel tijdschema omtrent een versoepeling van die maatregelen die nu van kracht zijn. De geruchten zijn er wel dat het versoepeld zal worden. En wij denken uiteindelijk ook wel dat er meer en meer versoepelingen zullen komen. Maar nog niet onmiddellijk, dat zal tijd vragen. En dan het vastgoedprobleem, dat is natuurlijk niet alleen conjunctureel, maar ook echt wel structureel. Wetende dat vastgoed een vierde tot een derde van die algemene Chinese economische activiteit vertegenwoordigt, ja, dan weet je dat dat niet onmiddellijk van vandaag op morgen helemaal kan vervangen worden als groeimotor van die Chinese economie. Een ander dossier dat de gemoederen blijft beroeren is natuurlijk Taiwan. Het is ook ter sprake gekomen op het Nationaal Partijcongres. Hoe zie jij het verder evolueren? Ja, ik zal hier vrij kort over moeten zijn nu, maar dat mag ons niet verrassen. Hè. Dus uiteindelijk hebben we dat al heel duidelijk gezien vorig jaar tijdens de 100ste verjaardag van de Chinese Communistische Partij. China will be reunited, heel duidelijk slaande op Taiwan.
En eigenlijk is de officiële lijn dat China Taiwan wil annexeren voor 2049. Dat is de 100ste verjaardag van de Volksrepubliek China. Dus dat zal gebeuren. En de verwachting is dat het nog zal gebeuren tijdens het leven van Xi Jinping. Hij is nu bijna 70 jaar. Maar of dat het nu gebeurt tijdens zijn derde ambtstermijn of zijn vierde ambtstermijn, dat weten we niet. Misschien weet Xi Jinping het zelf niet. Allicht weet hij dat zelf nog niet. Maar voornamelijk, of nog belangrijker, wat zullen de reacties zijn van andere landen? Japan of Australië in de regio, of Zuid-Korea, Noord-Korea? Dat blijft ook een vraagteken. En hoe zal het uiteindelijk gebeuren? Is het een handelsblokkade? Is het een quarantaine van Taiwan? Is het een regelrechte invasie? Dus ik denk vandaag meer vragen dan antwoorden. Hans, als ik alles goed beschouw, dan is er eigenlijk heel veel onzekerheid rond China. Zowel over wat er nu gebeurt als over de lange termijn. Wat is de impact daarvan op jullie beleggingsstrategie? Ja, we hebben dus onze aandelenweging in opkomende landen in februari van dit jaar al verlaagd tot onder een neutraal gewicht, laat ons zeggen. En sindsdien hebben we ook gezien dat die Chinese aandelenmarkt verder naar beneden is gekomen. Het terrein heeft prijsgegeven tot op niveau zelfs dat die Chinese aandelenmarkt ogenschijnlijk goedkoop lijkt, hè, met een koers-winstverhouding van 10, dat is toch duidelijk minder dan het lange termijn gemiddelde van 12. Maar dat wil niet zeggen dat we onmiddellijk terug instappen. Want we hebben natuurlijk gezien wat er terug is gebeurd tijdens het 20e partijcongres. Waarbij het toch heel duidelijk wordt dat de belangen van privébedrijven in China niet op de eerste plaats komen. Hans Bevers, bedankt voor dit gesprek. Graag tot de volgende keer. Dank u.